Dag, mijn naam is A. Vandaag kijk ik met een nulpunt en tekenen van een kwadratische functie. Kwadratische functie is f van x is a kwadraat plus b plus c. Voor de nulpunten gaan we gewoon de vergelijking oplossen. Ja, de nulpunt van een kwadratische functie betekent gewoon de vergelijking a kwadraat plus b plus c oplossen. Dat kun je op verschillende manieren. U kunt de som en verschilformule gebruiken. Ja? Of we kunnen ook de discriminant gebruiken. In deze video gebruiken we de formule van de discriminant. Uw d, dus b kwadraat min 4ac. Dus d gelijk aan b kwadraat min 4ac. Eerste mogelijkheid, d groter dan 0, had je 2 nulpunten. Kijk naar een video over het oplossen van kwadratische vergelijkingen. D0 had je 1 oplossing of 1 nulpunt hebben. D kleiner dan 0 heb je geen oplossing of geen nulpunten. Dus onthoud de oplossingen van je vergelijking zijn de nulpunten van je functie. Als je hier bijvoorbeeld een dalparabool, als je een dalparabool hebt, heb je 2 nulpunten, betekent die functie, hier een nulpunt, daar een nulpunt. Kun je een dalparabool tekenen, ja, heb je deze twee punten hier. We noemen hier x1 en x2. Dan kun je direct het tekenverloop afleiden. Namelijk, je vindt ja, hier x, y om het tekenverloop. Eerst positief. Hier zijn de nulpunten x1 en x2 die hier waarde 0 geven. Je hebt eerst positieve waarden, dan een negatieve, dan een positieve. Dan krijg je plus, min, plus. En dat is bijvoorbeeld een dalparabool met 2 nulpunten. Bergparabool met 2 nulpunten. Nu heb je hier x1, x2. Nu teken je eigenlijk een Bergparabool. Ja. Daarom vind je hier x1, x2. Krijg je het tekenverloop. Opnieuw x1 vorm in x1, 0, x2, 0. Vind je hier min plus min. Je hebt eerst een min, dan een plus, dan een min. Je hebt dus min plus min. Ja. Nu met 1 nulpunt, tegelijk aan 0 heb je 1 nulpunt. Hier ben dat is je nulpunt. Het dalparabool betekent dan, je raakt aan de x-as. Je hebt een raken aan de x-as met je punt x1. Ja. Voor het tekenverloop betekent dat x. Bij x1 heb je 0, maar je merkt nu aan beide kanten heb je positief. Positief, je hebt dus geen tekenverandering, plus, plus. Bij een bergparabool, bij 1 nulpunt, heb je een nulpunt. Nu raakt je bergparabool de x-as, dus je raakt zo, is goed teken. Heb je dus het punt x1, 0, voor het tekenverloop. Ja. Nu heb je weg aan beide kanten een negatieve waarde, dus min, min. Ja, dan krijg je dus min, x1, 0, min. Dat is wat... Van 0 nulpunten, dat betekent, je hebt geen nulpunt, dat betekent, hier ligt je top, ergens boven de x-as. Dat betekent je dalparabool. Ja? Dat betekent, voor het tekenverloop heb je x, y, overal positieve waarden. Dus geen nulpunt, altijd positief, positief. Voor een bergparabool, ja, ligt je nulpunt, je top zal onder de x-as liggen. Een bergparabool, ja? Dat betekent dus, voor het tekenverloop, x, y, overal negatieve waarden, dus min, dus min, min, dus min, min, min. Dus, dank voor de aandacht en de volgende keer. Bye-bye.